Vitesse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Swoop. Mo'allag, technisch directeur van Vitesse, maakt de overstap naar de Israëlische topclub Maccabi Haifa. In 2006 ging hij aan de slag als technisch directeur bij VVV Venlo en vervolgde hij zijn loopbaan bij FC Twente, RKC Waalwijk, KNVB en in 2013 volgde hij Ted van Leeuwen op als technisch directeur bij Vitesse. 4 jaar is ook wel een behoorlijke tijd. Ik heb het echt enorm naar mijn zin gehad, absoluut. En als je ook weer teruggaat de tijd in en onder welke voorwaarden ik hier zeg, zou moeten komen werken en wat de doelen waren, de missie en wat er allemaal opgezet zou moeten worden, dan kan ik achteraf zeggen dat het 4 vrij intensieve jaren zijn geweest. Ja. Mo'allag heeft belangrijke transferresultaten behaald en stond aan de basis voor de ontwikkeling van het Vitesse Voetballab, het opzetten van het scoutingsapparaat en de opbouw van de voetbalacademie. Ja, dat zijn wat mij betreft ook de 4 belangrijkste pijlers, zeg maar, of piketpaaltjes zoals ik het noem, voor een voetbalclub. Dus de lange termijn zorgen voor een goede academie, de scouting, een kwalitatief, competitieve, goede eerste selectie samen te stellen. En nogmaals, dat heb ik helemaal niet in mijn eentje gedaan, weet je wel. Dat is eigenlijk waar ik het meest trots op ben, is dat we gewoon hier met elkaar de afgelopen 4 jaar gebouwd hebben aan een hele mooie club. Ik heb natuurlijk gewoon zulke fantastische collega's gehad. Vandaar ook een beetje de gemengde gevoelens. Wat dat betreft ben ik redelijk gevoelig als het gaat om de relaties die ik opbouw en die ik straks weer achter moet laten. Dus wat mij het meeste opbouwt is dat ik hier met hele goede, kundige, vakkundige mensen, betrouwbare mensen heb mogen samenwerken. En als we terugkijken, is dan het winnen van de KNVB-beker misschien wel het hoogtepunt geweest? Ja, weet je, in de topsport gaat het uiteindelijk om het winnen van prijzen. Dus het winnen van de KNVB-beker was in ieder geval voor ons allemaal een heel duidelijk bewijs dat we op de goede weg waren. En dat er nog hele mooie dingen voor de club in het verschiet liggen. Maar wat me het meeste bijblijft trouwens was het moment zeg maar na de bekerfinale. En dat was de huldiging in de stad. En de tour die we langs de wijk in Arnhem hadden doorlopen. Waarin je echt de oprechte blijdschap en trots van de supporters zag. Nou, daar was ik echt behoorlijk van onder de indruk. De laatste dagen is het heel snel gegaan. Kan je iets vertellen over de keuze voor Maccabi Haifa? Nou, ik heb sowieso natuurlijk ook met mijn vrouw er vaak over gehad om gewoon eens een keer naar het buitenland te gaan. Kijk, in mijn rol als technisch directeur is innemingsvermogen ontzettend belangrijk. En ik ben gewoon ontzettend benieuwd hoe het is om in het buitenland te gaan werken. Verschillende culturen, de diversiteit. De sportbeleving en doe al die zaken maar op. Een netwerk wat je weer uit gaat breiden, misschien wat meer gaat verfijnen. Ja, het lijkt me een ontzettende uitdaging om naar het buitenland te vertrekken. En op een gegeven moment komt er dan in ieder geval een goede club. Haifa is een topclub in Israël. Met daar het mandaat om ook echt iets te gaan betekenen. En als je kijkt naar het moment van het vertrek, midden in het seizoen, kan je vertellen hoe dat is gelopen? Nou, weet je, het werk van een technisch directeur is niet alleen maar zorgen voor een goede selectie. Dat noem ik altijd zeg maar, de korte termijn politiek. Maar gaat het ook met name over de middellange en lange termijn. Dus dan moeten gewoon seizoenoverschrijdende beslissingen genomen worden. En als je dan uiteindelijk voor jezelf de balans opmaakt om te vertrekken, dan denk ik dat het goed is om tijdig te vertrekken. Om de club ook de kans te geven trouwens. Om naar een goede vervanger te zoeken en ook met elkaar de tijd te winnen om seizoensoverschrijdende beslissingen te nemen met een opvolger. Ik ben in ieder geval heel dankbaar. En echt heel erg dankbaar dat ik bij deze mooie club heb mogen werken. Ik heb er echt een heel goed gevoel aan overgehouden. En met name zeg maar ook de collectieve vreugde toen in de stad bij de huldiging. We de beker hadden gewonnen. Waarin ik ook echt gewoon kon voelen dat de club heel erg diep hier bij mensen zit. Heel erg diep. En ik zou zeggen, heb ook gewoon blijf vertrouwen houden. En blijf de club supporten. Want het is echt een hele mooie club en ik begrijp dat. Vitesse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Swoop.